Hey, leuk dat je meegespeeld hebt. Ik heb het ook gedaan. Het viel mij niet helemaal mee. Het duurde mij wel een stuk of 4 keer voordat het lukte. Stel je nou eens voor dat je altijd zo weinig kunt zien. Nou, ik ben nu bij Wolter en die weet daar alles van. Wolter, je draagt een bril, maar verder zie ik niet zoveel aan je. Nee. Hoe weinig of hoeveel zie je? Ja, ik kijk eigenlijk de hele dag door een sleutelgat, moet je je voorstellen. Als ik nou naar jou zit te kijken, dan kan ik jouw linkeroog kan ik goed zien. Ja. En je neus, ja. Maar je rechteroog niet. Dus ik hang een beetje naar achter om meer van jou in beeld te krijgen. Dus die anderhalve meter maatschappij is voor mij best wel gunstig. Ja, dan zie je daar wel iets beter. Ja. Want je zei net al, ik ga een beetje achteruit zitten, ja. Dan kan ik je beter zien. Ja. Is dat ontstaan op een gegeven moment? Ik heb dit altijd gehad en ik heb nog een paar jaar voor de klas gestaan. En toen was mijn zicht zoveel minder geworden dat ook qua energie niet meer vol te houden was. Dan moet je dus wel met beperkingen leven. Mm-hmm. Waar loop je dan zoal tegenaan? Twee dingen die ik echt niet meer doe. Autorijden heb ik nooit gedaan. En fietsen doe ik niet meer. Jij kunt nog zien. Ik kan nog een beetje zien. Maar in de toekomst waarschijnlijk niet meer. En dan zijn er sites waar je dus niet kunt redden. Af en toe loop ik echt vast. Omdat sites volledig visueel ingesteld zijn. Het is gewoon onbekend voor veel mensen. Ik denk dat ze het zouden moeten ervaren. Ja, ja. Je zit erbij te lachen. Dat is goed voor mensen om het te ervaren. Ja. Ja. Zou jij het leuk vinden om eens te ervaren hoe het is om een visuele handicap te hebben? Ja, misschien. Want ik denk dat het sowieso nuttig is om het zelf mee te maken. Absoluut. Ik heb wel een leuke challenge voor je. Je zit er helemaal bij te glimmen. Dus ja, ja. Ik zit me er nou al op te verheugen. Wat zou je mij willen laten doen? Nou, ik zou jou wel eens willen laten ervaren hoe het is om met de visuele handicap, om met RP, een fruithapje te maken. Die aan Gideon, onze zoon, te geven. Oké, dus ik moet zijn fruithapje maken en ik moet het geven aan jullie jongste? Onze jongste van bijna 1 jaar. Ik heb hier voor jou een bril. Ja. En dan wordt het een bananenmango. Wow, is dit echt wat je ziet? Dit is wat ik zie. Ik schrik hier wel een beetje van. Ik zie echt nu, vanaf deze afstand, zie ik alleen maar jouw gezicht. Ja, jij mag aan de slag. Beweeg je altijd heel erg je hoofd? Ja. Want je moet echt zoeken. Ja. Gewoon een soort telescoop, maar dan... Er staat een groentenrekje op wieltjes. Daar ligt bovenin ligt daar een mango. Ik krijg je nu door, je moet afstand nemen om te kunnen zien. Ja. Banaantje. Dit is echt heel vermoeiend, weet je dat? Ja, dat weet ik. Lekker mesje dit. Oeh, nog gevaarlijk ook. Oh ja, nu heb ik hem in het vizier. Je moet hem echt in het vizier krijgen. Ik vind het echt een uitdaging. Oeh. Ik vind het dapper dat je met zo'n groot mes durft te werken. Ja, maar ik kon de andere mes niet vinden. Nou, het is gelukt. Het fruit is gesneden, maar nu moet ik het nog aan Gideon gaan geven. Wil je weten of dat lukt? Kijk naar de volgende video.